In deze video bespreek ik het Biologie-examen HAVO 2019 tweede tijdvak vraag 9 tot en met 12. We gaan het hebben over hoofdluis. Nou, ze beginnen al met een heerlijke context. Ik krijg altijd direct jeuk, zodra het over luizen of kleine beestjes gaat. Dus als je hem woord krabben, dan weet je, hoe het komt. Um, je ziet hier een hele mooie luis. En die luis die is perfect aangepast om via haren voor te bewegen. En je mag gelijk even uitleggen: noteer de aanpassing. En geef aan waardoor dit de poten geschikt maakt om voor het voortbewegen via de haren. Wat zien we aan de poten? Dat is de aanpassing, iets wat je kunt waarnemen. In dit geval is de aanpassing dat ze hier weer haakjes hebben of grijphaakjes. En dat is natuurlijk heel handig om je vast te klemmen aan een haar en op die manier voor te bewegen. Eén punt voor dat antwoord. Hoofdluizen zuigen bloed uit de hoofdhuid van mensen en dat leidt tot jeuk. En dat komt omdat wij een afweerreactie hebben. Er wordt bijvoorbeeld histamine afgegeven waardoor je jeuk krijgt. Veel mensen die hooikoorts hebben, en dus ook veel last hebben van jeuk in hun ogen en zo, die gebruiken ook antihistamine. Weet je gelijk waar dat woord vandaan komt? Hier staat die allergische reactie en hoe dat gaat. Er zijn twee tabellen van BINAS die je kunnen helpen bij deze vraag... We hebben de gewone afweer waar je eigenlijk genoeg aan hebt, dat is 84L. Maar je kan ook kijken in 84M al is die wat verwarrend en kom je dan eerder op een verkeerd antwoord uit. De vraag is een driedubbele meerkeuzevraag. In afbeelding 3 geven P en Q bepaalde lymfosieten aan, met R wordt een bepaalde stof aangegeven. Welke type lymfocyten zijn aangegeven met P en welke met Q? En is R lichaams-eigen of lichaamsvreemd? We zien hier, als je naar de afbeelding kijkt, zie je hier het antigeen. Het antigeen is wat van buiten naar binnen komt, die is lichaamsvreemd. R, dat zijn die eivormige dingetjes. Er staat natuurlijk niet bij wat het is, maar het zijn antistoffen. En als je ook kijkt in je binas, dan zie je die eivormige dingetjes overal weer terugkomen in je. In die tabel in 84L zie je overal die eivormige antistoffen terugkomen. Ze staan ook in de legenda een antistofmolecuul. En die zijn gewoon lichaams eigen die worden gemaakt door de B-lymfocyten. Wat mij gelijk brengt bij het volgende antwoord. Want hier weten we alkeer okay, er is lichaams eigen. Gaan we eens even voor Q. Ik riep het net al, God, de B-lymfocyten die maken die antistoffen. Dus dan weet ik al dat Q kennelijk een B-lymfocyte is. En dat brengt mij al bij antwoord C. Ga ik toch ook nog even checken of niet per ongeluk een foutje heb gemaakt. We kijken of P inderdaad een T-lymfocyte is. Ga je weer kijken in die binas tabel en dan zie je dat wanneer die antigenen worden gepresenteerd dat de cellen die dat kunnen lezen met behulp van het MHC-2 eiwit dat zijn de T-cellen. Dus het klopt inderdaad. C is het goede antwoord. P is een T-lymfocyte. Dat kan je zien aan het feit dat hij het afleest van de antigeen presenterende cellen. Q is een b lymfocyte wat je kunt zien omdat hij antistoffen maakt. En R is lichaams eigen. Want het zijn antistoffen. Dus het juiste antwoord bij 10 is C. Hoofdluis die kan bestreden worden met een antiluizen shampoo die malation bevatten. En die stof die veroorzaakt de dood van een hoofdluis omdat zij de impulsoverdracht van motorische zenuwcellen naar de spiercellen bij de hoofdluis verstoort. En hier staat de belangrijke informatie. Malathion remt het enzym dat de neurotransmitter afbreekt. Dus de neurotransmitter wordt dan niet meer afgebroken. En dat zinnetje is wat je moet invullen in die tabel. In afbeelding 4 is de werking van malathion deels ingevuld in een schema. In de uitwerkbijlagen... Staat hij nogmaals, zet op die uitwekbijlaag alsjeblieft ook je naam en je examennummer. Noteer de volgende woorden op de juiste plaats in het schema. Acetylcholine, acetylcholinesterase en malathion. En noteer in de cirkels een plus of een min voor de stimulerende werking of een remmende werking. Als je kijkt naar die woorden die er al staan, we hebben dat malathion. dat was het middeltje wat in de shampoo zat. Laten we die maar bovenaan zetten, want daar begint het hele verhaal mee. Die doet iets met het enzym, stond in de tekst. Malathion remt het enzym. Hoe herken je een enzym aan de uitgang aase? Dan weet je zeker dat de stof een enzym is. Dus remt het enzym hier een minnetje en hier het enzym, die acetylcholine straase. Die zet je hier neer. Dan blijft er nog maar één vakje over. En dat is de acetylcholine. Dan werd het enzym, dat acetylcholine... Afbrak werd geremd, stond er. Dus hier staat een minnetje. Als hier minder van is, wordt het minder afgebroken. Dan komt hier dus een plusje. Dus de neurotransmitter wordt minder afgebroken, dus dat komt een plus. Dat klinkt onlogisch als ik het woord minder zeg, maar als je iets minder afbreekt, dan komt er meer van. Dat is wel logisch, toch? Ja. Vraag 12. De antiluizen shampoos met malathion werken steeds minder goed en dat komt omdat die hoofdluis resistentie ontwikkelt tegen de stof. Wat is de naam van het proces dat deze resistentie veroorzaakt? Ik hoef eigenlijk niet eens naar de antwoord te kijken, behalve dat ik wil weten welke letter erbij is. Dat is natuurlijk natuurlijke selectie. Antwoord D. Waarom is dat natuurlijke selectie? We hebben een kudde hoofdluizen en we gebruiken de antiluizen shampoo, de Luizen die redelijk tegen die shampoo kunnen, die overleven het. En die gaan zich voortplanten. Komt er weer shampoo, want er zaten nog steeds luizen. Uit die groep luizen die over is, weer degene die het beste tegen dat malathion kunnen, die overleven. Nou, dat is een, een schoolvoorbeeld van natuurlijke selectie. kunstmatige selectie zou zijn dat ik luizen ga selecteren als onderzoeker tegen de, die goed tegen malathion kunnen en die ga gebruiken om ermee verder te kweken. Nou, dat ben ik niet aan het doen. Passieve immunisatie heeft te maken met het toedienen van antistoffen. Dat doen we hier ook niet. Actieve immunisatie is ook een dingetje van jouw immuunsysteem. Dat jij bijvoorbeeld immuun wordt voor een griepje, omdat je dat al een keer hebt gehad. Dat is actieve immunisatie. Als die eerste twee hebben er niks mee te maken. Kunstmatige selectie zou zeggen dat ik een selectie maak als onderzoeker en doorfok met de luizen die de gewenste eigenschappen hebben. Dat doen we niet, die luisteren, die planten zich in het wild voort. Dus het is natuurlijke selectie D. Nee. Heb je nou nog vragen over dit onderwerp of andere vragen? Laat het vooral weten in de reacties. Wil je mij bedanken voor het maken van deze video's? Word dan voor een abonnee van dit kanaal. En dan wordt alles uiteindelijk best biologisch.